In opdracht van mevrouw Mala en vrienden is de huurwoning van het gezin Persaud, Madari, gerenoveerd. De renovatiewerkzaamheden zijn afgerond en bij het opleveren kreeg mevrouw Persaud een fornuis. Het huis van dit gezin is weer nieuw. Kijk maar naar het volgende hierover. We zijn wederom bij mevrouw Persaud. U weet, wij hebben in opdracht van mevrouw Mala en vrienden de woning gerenoveerd, aangepast. En als laatst hebben wij een nieuwe gasfornuis gekocht. Ook met dank aan mevrouw Mala. Een levensmiddelenpakket, broden. En wij gaan voor mevrouw Persaud 2 maanden huur van september en oktober aan mevrouw Persaud afgeven. En we hopen dat we mevrouw Persaud hebben geholpen door tussenkomst van mevrouw Mala. We leveren de woning op. U weet, we hebben alles, u ziet zelf, alles gerenoveerd. Vanaf de keuken, de voorzaal, de kamers hebben wij klaargezet voor mevrouw Persaud. Ik wil haar vragen als ze tevreden is met het werk dat wij op ons hebben genomen. Ja meneer, ik ben echt tevreden. Blij. Ja meneer, ik ben blij. Ja, mevrouw Mala, ik ben tevreden met gasfornuis. Bedankt voor die gasfornuis. Je gaat lekkerder koken. Ja, meneer. Je hoort het. God zegen. God bless voor alle ondersteuning. Als u mevrouw Persaud ook wil ondersteunen. Wij hebben de tussenkomst van mevrouw Mala september, oktober huur betaald. Als u zegt u wil november, december, januari doen, dan horen we het van u. God zegen en blessie naar mevrouw Mala voor de afgelopen periode waar wij opdracht van hebben gekregen om dit te doen. God bless.